Jaan de Graaf werd bekend met IJsselmeervogels en speelde ook voor AZ. In de zomer van 1980 maakte hij de overstap naar de Eagles. De Graaf was een bijzondere speler, want hij miste een vast aantal wedstrijden per seizoen. Want u was er een paar wedstrijden per jaar niet bij. Hoe kwam dat? Ik speelde toen niet op zondag, maar ik praatte over 35, 40 jaar terug. Maar dat was toen gewoon zo, dus ik speelde alleen op zaterdag. Maar ja, toen speelde Henk de Kater speelde hier ook. Dus ik zei tegen Henk, ik speel op zaterdag en jij op zondag, anders kom je toch niet aan spelen toe. Als u terugdenkt aan uw tijd bij Go The Eagles, wat komt dan als eerste bij u boven? Nou, hier de sfeer en we hadden een enorm goed team in dat jaar. We hadden Kees van Kooten, Dick Snijder, Den Kaat, Koopman. Nou, we hadden gewoon een geweldig team. U was een zeer behendige buitenspeler. Hoe verliep uw samenwerking met Kees van Kooten? Ja, Kees was natuurlijk een harde werker en ik stond bekend als een luie voetballer. Dus ik kwam wel eens niet terug en dan begon Kees te schelden op mijn vieze luie visboer. Help ook eens even, weet je wel. Ik zei, als jij ze nou doorkopt, dan schiet ik ze er wel in. U speelde één jaar bij Go The Eagles, maar u was ontzettend geliefd bij de supporters. Hoe kwam dat? Ja, dat zal zijn door het voetballen een beetje natuurlijk. Hè. Ik scoorde nog wel aardig en ik was wel geliefd, ja, maar ja. Dat zal wel gekomen zijn door mijn spel, denk ik. U was zelfs Eagle van het jaar, of niet? Ja, Eagle van het jaar, ja. Ja, dat was een hele eer toen. Want het ging tussen mij en Kees van Kooten en ik won geloof ik de laatste wedstrijddag. Gaven ze mij een 8 en Kees een 6. Dus ik ben net Eagle van het jaar. En Kees dacht weer die vieze visboer. Ja, die vieze visboer, dan gaat hij even de pomp. Bij uw laatste wedstrijd voor Go The Eagles hingen er allerlei spandoeken hier in het stadion om u toch te overtuigen om te blijven. Onder andere Jaan de Graaf, brood nodig, stond er te lezen. Waarom bleef u toch niet? Ja, dat had ook weer te maken met de zaak. Hè. Ik kon het gewoon niet meer combineren. Hè. Kijk, van achteraf denk ik, jongens, ik had hier gewoon moeten blijven. Maar ja, op dat moment lag het zo. Dus ik kon het niet anders toen die tijd. Maar als ik nou hier terugkom, denk ik, jongens, ik had toch hier nog 5 uur moeten blijven voetballen. Huh?